als je eigen sportschool gaat starten? Twee voor de hand liggende dingen die in je opkomen als je een sportschool wil starten, zijn de volgende dingen. Eén is natuurlijk geld, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben, want iedereen kan aan geld komen. Iedereen kan hard werken, iedereen kan lenen, iedereen kan op een of andere manier wel aan geld komen. Ik wil het meer vandaag over de persoonlijkheid hebben. Nummer twee, dat is vanzelfsprekend mijn cursus. Want ik heb natuurlijk gewoon een cursus waarbij ik uitleg hoe je een sportschool of een personal training studio opent. Zonder al te veel te reclame te maken wil ik het dus gaan hebben over de persoon die je moet zijn of de kenmerken van die persoon en wat handig is. Ik wil alvast een kleine disclaimer. Ik beschrijf een persoon, alleen ik zeg niet dat ik dat zelf helemaal compleet ben. Want het maakt nogal heel veel uit of jij bijvoorbeeld een CrossFit sportschool wil starten, een normale sportschool of een woman-only sportschool of een... noem maar op, een andere soort van sportschool of personal training studio. Dus ik ga het over een paar algemene kenmerken hebben. Alleen ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden natuurlijk. Dus, we gaan gewoon lekker beginnen. Een lid hier van de sportclub, die heeft altijd een gezegde en die zegt... Joh Raymond, je ouders hebben je vroeger ergens een keer op je hoofd laten vallen. Toen is wat losgeraakt in je hoofd en toen bedacht jij ineens een aantal jaar later... Joh, laat ik ondernemer gaan worden. Nou, behalve dat daar een kern van waarheid in zit... Is het ook wel grappig. Maar, naast dat grappige... Het is ook wel zo, want je besluit ineens... In plaats van dat je ook gewoon 40 uur kan gaan werken... Besluit je ineens het dubbele te gaan werken. 100, 120, driedubbele. En in plaats van dat je gewoon normaal kan slapen... Besluit je ineens, joh, laat ik allemaal korte nachtrusten doen. Joh, ik heb een hekel aan overwerken. Laat ik dat ineens altijd doen. Persoonlijk heb ik geen hekel aan overwerken, maar veel mensen wel... Het is vandaag toevallig mooi weer, kan je niet van genieten, want je moet werken. Je hebt geen geen zorgen over verzekeringen, maar ik denk van, en ineens doe je dat. Ga ineens allemaal capriolen om je nek halen en ga in één keer verschrikkelijk veel werk verrichten. En er is maar één reden waarom je dat zou doen. Passie, dat is het enige. En dat is dan ook gelijk tip nummer 1. Als je er niet in gelooft, als je er geen zin in hebt, als je er geen passie voor hebt... Doe het dan niet. Wat voor een bedrijf je ook gaat starten, maakt niet uit. Je moet er echt voor leven. Als het niet het geval is, hou je het nooit vol. Dus als jullie iets willen starten, zorg ervoor dat je echt met 110% zekerheid weet... dat dit is wat je de rest van je leven wil gaan doen. En dat je er echt... Dat je het eet, dat je het drinkt, dat je het slaapt, dat je het droomt, dat je het leeft. Kijk. En punt nummer 2. Ik word vet snel op de grond. Punt nummer 2 is, wat is het probleem in de markt? Zie je een probleem, wat los je op? Kijk, als jij een damessportschool begint waar alleen dames mogen komen... dan vind je dus kennelijk dat mannen en dames niet samen kunnen sporten... en dat die meer privacy nodig hebben en die zich daar dan fijner thuis voelen. Zou kunnen. Als jij bijvoorbeeld een CrossFit sportschool wil openen... dan vind je dus kennelijk dat je allerlei soorten sporten combineert... en dat je dan echt fit bent. Of je vindt bijvoorbeeld dat mensen zich vervelen... en dat door de afwisseling van CrossFit niet meer doen... Of je start een Fit for Free of Basic Fit keten. Dan vind je dus kennelijk dat je een waardeloze service, zou ik niet zeggen. Nee, zou ik niet zeggen. Kijk, ruzie met Basic Fit. Dat je heel goedkoop moet kunnen sporten. Wat het ook is, er moet wel een probleem zijn wat je oplost. Er moet iets anders zijn. Het volgende punt is doorzettingsvermogen. Lijkt me logisch natuurlijk, maar veel mensen denken... Joh, Raymond, het is vandaag heel toevallig de eerste zomerdag. Laat ik eens even lekker in de tuin gaan liggen bijvoorbeeld, of een boekje lezen. Kan niet, want je moet werken. Oké, laat ik dan aankomend weekend. Laat ik gewoon eens even lekker gaan barbecuen, want het is mooi weer en dat kan er weer. Kan niet, want je moet werken, je moet bijvoorbeeld een video opnemen. Joh, laat ik dan de week erop gewoon eens even lekker uit eten gaan. Tenminste geen coronapandemie was. Kan niet, want je moet werken. Dat is geen probleem natuurlijk, mits je daar tegen kan. Mits je dat niet erg vindt en mits je een doel voor ogen hebt wat je wilt bereiken. Kijk, als je vrienden appen of klanten appen van... Joh Raymond, kom je vanavond even een biertje doen, hartstikke gezellig. Is zeker super gezellig. Waardeer ik ook heel erg als leden dat doen. Super tof. Alleen ja, het moet er wel uitkomen. Dan moeten ze niet 1 of 2 dagen van tevoren mee komen. Want dan kan je er geen rekening mee houden. En zulke soort dingen vergeten heel veel mensen die denken van... Joh, je werkt voor jezelf, je hebt kennelijk alle tijd. Alleen dat, ja, het einde, het
de achterkant van alleen maar de personal trainingen geven en het bedrijf bouwen, dat zien mensen vaak niet. Hè, de 40 uurtjes dat je tussen haakjes werkt, daarachter ben je gewoon nog een keer 80 uurtjes bezig met andere randzaken. En dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. En dat is natuurlijk zonde als je wat voor jezelf wilt starten en je daar geen rekening mee houdt. Oké, volgende punt is, ken jezelf heel goed. Echt heel goed. Kijk, start jij bijvoorbeeld een CrossFit sportschool, dan hoort er natuurlijk supplementen horen er natuurlijk bij. Er horen natuurlijk t-shirts bij en een tas, want anders ben je geen echte CrossFitter, weet je, sleeve, wrap, noem maar op. Heel de CrossFit kit hoort daar natuurlijk bij. Kijk, kan jij heel goed jouw eigen logo en alles ontwerpen en drukken op al die kledingstukken en noem maar op? Prima, dan moet je dat lekker zelf doen. Ben je er super slecht in? Ja, huur dan iemand in natuurlijk. Ben jij bijvoorbeeld echt een avondmens? Ga dan lekker je personal trainingen, je groepslessen, weet ik wat, lekker allemaal 's avonds doen. Ja, ben je totaal geen avondmens? Zet er dan iemand anders neer. Dat zijn heel belangrijke zaken en daar begint ook mijn cursus mee. Met een stukje zelfkennis, zodat je echt weet van joh, dit zijn mijn sterke en zwakke punten. En vanuit daaruit ga je bouwen en vanuit daaruit creëer je een visie. Oké, het volgende punt. Puntje, geen idee welk nummer. Maar in ieder geval geen angst. Kijk, als jij, ik noem wat, die CrossFit sportschool wilt starten. En waar ik het net over heb, je hebt shirtjes en kleding en handdoekjes en weet ik veel wat allemaal nodig. Dan moet je daar best een hele berg geld in stoppen. En dan moet je ook maar zorgen dat het ook weer terugkomt. Moet je niet bang voor zijn. Zie jij iets in de markt wat anders kan, maar nog niemand doet het, weet je ook niet of het werkt. Dus stop je de tijd en energie en bloed, zweet en tranen in. En vervolgens heb je geen flauw idee of het werkt. Ja, is altijd best wel eng. Heb je net zoals mij bijvoorbeeld fulltime gewerkt en ga je in één keer wisselen naar fulltime personal training? Ja, dat is erg lastig als je nul klanten hebt. Dan moet je dan uiteindelijk ook weer opbouwen natuurlijk. Moet je ook geen angst voor hebben. En geen angst wordt vaak geassocieerd met zomaar een domme keuze maken. Maar als je een keuze maakt, dan is die altijd wel overwogen. Altijd. En dan, op dat moment, geen angst. Volgende puntje is natuurlijk mijn cursus. Je hebt mijn cursus nodig als je een eigen sportschool of personal training studio gaat starten. Daar leg ik echt in heel veel, ik geloof 20, 25 hoofdstukken, leg ik alles uit hoe alles werkt, hoe je het beste te werk kan gaan. En dat is allemaal vanaf een basis van als iemand 0 euro heeft, maar ook als iemand bijvoorbeeld 2,5 ton tot zijn beschikking hebt, hoe je dat het beste kan investeren. Dit was Remmel Schultz, tot streng.nl, ignite your fire and grow stronger.